we willen zo lang mogelijk blijven samen. Maar als we nou echt beginnen te draaien en weet ik wat gekke ga je gaan doen, dan gaan we toch gewoon. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. U dient zich direct te verwijderen van deze locatie. Ook ik heb nu trillende benen hoor. Ik vind het echt diep triest dat het hier in Nederland moet. In Zwolle besloot burgemeester Peter Snijders om de boerenblokkades vannacht al te verwijderen. Daar werden 6 personen aangehouden. Ze werden vastgezet vanwege openlijke geweldpleging. Zo staken ze hooibalen in brand, gooiden ze met flessen en vernielden ze een politieshovel. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. We gaan het zo gemoedelijk mogelijk laten houden, gewoon dat er geen problemen komen. We willen zo lang mogelijk blijven samen, maar als we nou echt beginnen te draaien en weet ik wat gekke ga je gaan doen, dan gaan we toch gewoon. U dient zich direct te verwijderen van deze locatie. Wij zien er geen probleem in dat we hier staan en ik neem aan de mensen hieromheen in deze panden, we helpen hun met producten die geleverd moeten worden. Die worden ook gewoon geleverd, we laten de mensen door die erbij moeten. Maar geen geweld? Nee, tuurlijk niet. U heeft 5 minuten om zich te verwijderen van deze locatie. Voordat u zich verwijdert... Mannen, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Ik kom zo bij u. Er zijn trekkers op dit moment die weg willen rijden, waarmee de blokkade wordt opgeheven. Indien hij geen gehoor aangeeft, zult u aangehouden worden en worden voertuigen in beslag genomen. Alleen ze moeten zich identificeren, zodat iedereen weet... U mag mijn politiepersgaard even mogen zien. Ja, u mag mijn politiepersgaard zien. Ook ik heb nu trillende benen hoor. Trillende benen nu? Ik ook wel gaan. Ik vind het ook mooi geweest. Maar... we hopen dat we met z'n allen tegelijk gaan, dan zijn we gewoon als één groep en dan is gewoon klaar. Niet dat iemand achter blijft en dat die opgepakt wordt, want dat wordt okay, er wordt nu een trekker gestart van een buurman. Ja. Daarachter staat de ME inmiddels. Juist. Dus, ja, ze hebben ons nu 5 minuten gegeven, dan gaan we nu ook. Wil ik ook wel. Iedereen loopt nu naar de trekker toe, achter mij ook. Dus als het goed is, zijn we met 5 minuten weg. Okay. Zonder problemen. Succes! Nou, dan gaan de eerste trekkers. Meneer, wat vindt u ervan? Dat die trekkers nu vertrekken? Ik moest kijken wat een politie mag, wat een repressie dit is. Ik vind het echt diep triest dat het hier in Nederland moet. Je bent zelf geen boer? Nee, absoluut niet, maar ik steun ze.